En inmiddels aangeschoven Agnes Kant, voormalige sterke vrouw wil ik bijna zeggen. Het klinkt mooier, hè? Van SP, inmiddels alweer de hele tijd directeur van bijwerkingscentrum Lareb. En ik moet zeggen, Agnes, je lijkt 10 jaar jonger. Kijk, dat hoor ik graag. En je zei voormalig sterke vrouw. Was het bespreking? Nee, voormalig sterke vrouw van SP, zei ik erachteraan. Oh, zo. Nee, dat van de SP hoorde ik ook niet, hoor, Agnes. Of zei ik dat wel duidelijk? Ja? Nee, dat bedoelde je, denk ik. Okay. Zei ik het niet? Nee, je zei voormalig sterke vrouw. Voormalig sterke vrouw van de SP. Maar mijn weekend is weer goed. Ja, jongen. Maar dat zie je wat de politiek dan met je doet, hè? Dat put je uit. Ja. En daarna komt er een mooie tijd gewoon. Zeker. Ja. Ja. Je mist het ook geen dag als ik je zo zie. Mijn leven naar de politiek. Ja? Ja. Hoe kijk je er nu naar als je naar de politiek kijkt? En zo weinig mogelijk. Oh ja? Ja. Het is een verschrikkelijke wereld. Nee, hè? Natuurlijk volg ik het. Liegen en bedriegen. Hè? Ja, geheugens. Natuurlijk volg ik het wel. En ik ben nog steeds SP'er in hart en nieren. Dat verandert ook niet. Ja, een van de weinigen. En af en toe bemoei ik me ook nog eens een paar kleine dingetjes. Maar ik ben heel blij dat ik enige afstand heb op dit moment. Ja. Ik kan niet zeggen dat ze het veel beter hebben gedaan, toch? Ja, heel even ging het een beetje dat omhoog. Dat laat ik graag een ander over. Nou ja, dan zeg ik, het is daarna niet veel beter gegaan. Okay. Nee. Mag ik dat constateren? Maar je bedoelt, toen was het ook al niks. Of wat bedoel je? Ja, het liep toch niet soepel, toch? Je bent niet van iets weggegaan, toch? Oh, oké. Nee, dan zijn we er weer. Helemaal goed. Oh, is dat zo? Nee, ja, grapje. Oké. Maar kijk je dan een beetje juist naar... Ja, absoluut. Okay. Absoluut. Nee. Dat afscheid was natuurlijk allemaal niet zo leuk. Nee. Op het moment. Dat snap ik. Maar als ik nu terugkijk aan die jaren daarvoor... Ja. Want ik heb er 16 jaar in Den Haag. Zo. Totaal dan, hè? Maar begon als medewerker van Jan Marijnis en Remy Poppen. En toen zelf in de Kamer. Ja, dat had ik niet willen missen. Maar als je de laatste vraag erover. De cultuur is wel veranderd, toch? Als je het nu vergelijkt met toen. Vast en zeker. Oh, dat hou je echt niet in de gaten. Ik bedoel, wat er nu gebeurt. Oh ja, dat is altijd anders. Het was een periode anders en nu is het weer anders. En straks is het weer anders. Maar hoe dat onder elkaar gaat en zo, daar. Okay. Nee, dat heb ik. Je bent alweer een tijd directeur van Bijwerkingscentrum Lareb. Hoe is dat dan? Ja, dat is hartstikke leuk. Wat maakt dat leuk dan? Ja, nou, het leuke is, daar heb ik ook wel naar gezocht. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit de wetenschap. Ik ben epidemioloog. Ik hoorde je dat een paar weken geleden zeggen. Ik krijg het niet zo goed uit, epidemioloog. Het ging, nou, hier. Ja, zie, kijk. Ja. Kijk. Nee, maar die dames staan steeds een beetje uit te lachen. Dus daar kwam het ook een beetje door. Daar word ik heel onzeker van. Heel goed. Dus dat past bij mijn vak. Dus ik zocht iets weer terug naar mijn vak. Waar ik voor gestudeerd had. En wat ik een tijdje gedaan heb. En dat heeft het. Maar het heeft ook een hele belangrijke maatschappelijke context. Namelijk een maatschappelijk belang van de veiligheid voor patiënten. Dat vind ik belangrijk. Dat je ergens voor gaat wat belangrijk is maatschappelijk. En ten derde... Ja, ik mag er ook nog over vertellen. En vertellen doe ik ook graag. Ja, en dan moet de rust uitstralen. Want in een tijd als deze, zeker in een tijd als deze... is Lara belangrijker dan ooit, denk ik. Hè? Want iedereen heeft het erover. De bijwerkingen van het vaccin. Ja, absoluut. Ik denk een paar maanden geleden er best wel mensen waren... die nog nooit van bijwerkingscentrum Lareb hadden gehoord. Maar dat komt nu bijna niet meer voor, nee. Nee, je kan er op geen feestje staan of ze vragen jou... Agnes, wat moet ik doen? Ja, dat ook. Ja, en wat zeg je dan? Daar ga ik niet over. Dat moeten mensen helemaal zelf beslissen. Echt waar? Ja. Je kan toch wel een kleine tip geven? Nee, als je vraagt van, goh, is dit een bijwerking? En kan dat? En daar kan ik dan wel een antwoord op geven. Maar ik ga mensen absoluut geen advies geven... of ze zich wel of niet moeten vaccineren. Nee. Oké. Ga je je laten vaccineren? Ik ga zelf wel het vaccin halen. Ja, jij toch ook wel? In principe denk ik wel, maar dat we ongeveer aan de beurt. Wij zijn ongeveer aan de beurt. Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja. Maar AstraZeneca, daar blijf ik toch een beetje een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Kun je dat voorstellen? Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. En mensen moeten dat ook zelf afwegen. Kijk, het is 3 op de 1 miljoen, begrijp ik toch? Als er iets gebeurt met mensen, toch? Nou, dat kan je zo niet stellen. Oh, sorry hoor. Ik zal misschien even gewoon... Als jouw vraag nu is, wat voor bijwerking kan je verwachten? Wat voor bijwerking kan je verwachten, Agnes? Ja. Dan zijn het vooral, wij noemen dat een beetje de huistuin- en keukenbijwerking... die je altijd bij een vaccin verwacht. Want je immuunsysteem wordt aan de gang gezet. Ja. Dus daar kan je koorts van krijgen, daar kan je vermoeid van raken... daar kan je rillerig van worden, daar kan je misselijk van worden, hoofdpijn. Dat kan allemaal, maar dat verwachten we ook. Dus dat komt vrij veel voor. Daar wordt ook heel veel over gemeld. Dat zijn huistuin- en keukenreacties. Ja, en overigens kan die koorts best heel heftig zijn. Je kunt er best een paar dagen goed ziek van zijn, dus dat kan ook. Verder kennen we ook de allergische reactie. Dat is heel zeldzaam bij vaccins. Maar bij deze vaccins komen ze toch wat meer voor... dan dat je bij vaccins tot nu toe verwachtte. Mm-hmm. Daar hebben we ook, ik geloof, ruim 100 meldingen van nu gehad. Ja, dat is ook waarom je even moet wachten, hè, naar de prik. Van, krijg je geen reacties. Kwartiertje blijven zitten. Erop, gewoon, Dus dat kennen we. Nou ja, en wat je natuurlijk ook ziet, gezien hebt nu... en het goede nieuws is dat het systeem van het melden van bijwerking... dus werkt in Europa. Want daardoor hebben we nu die zeldzame bijwerking ontdekt... van trombose met bloedplaatjes, lage bloedplaatjes. Maar het komt wel zelden maar voor.
weten natuurlijk nog niet precies hoe vaak. Noord-Europa is een reden om er minder mee te gaan werken. Wij gaan niet meer bijbestellen met Europa, begrijp ik ook. Met AstraZeneca. Dat is toch wel een teken aan de wand? Of is dat niet Ja, we hebben ontdekt nu dat dit een ernstige, zeg ik er nadrukkelijk bij, ernstige, maar niet veel voorkomende, zeldzame bijwerking is van in ieder geval het AstraZeneca-vaccin. En zoals je zegt, achterin klinkt het heel onschuldig. Zo klinkt het. Die bijwerking is helemaal niet onschuldig. Nee, maar de kans dat je erop dat je er tegenaan loopt enzovoort, het is niet dat je er wakker van ligt als ik jou zo hoor. Kijk, als het je individueel overkomt, dat is natuurlijk met alles wat niet veel voorkomt. Als het jou overkomt, is het voor jou heel erg, of je naaste. Dan is het een hele heftige bijwerking. Dus je moet er wel heel alert op zijn. Ook al komt het maar weinig voor. Krijg je heel erg hoofdpijn? Krijg je een opgezwollen arm of been? Krijg je druk op de borst? Ja, ga dan vooral wel naar de dokter, want dan kunnen ze op tijd nog iets aan doen. Ja. Maar nog steeds praat je er redelijk luchtig over. In de zin van... omdat... Kijk, dit vaccin heeft nou deze ernstige bijwerking. Maar alle vaccins hebben bijwerkingen. Ja, Janssen ook. Die wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. En alle geneesmiddelen hebben ook bijwerkingen. Gewoon anticonceptiegebruik, pilgebruik, geeft ook tromboses. De risico's... Je hebt nooit de pil gebruikt, geneesmiddelen... Al best een tijd niet, Wilfred, kan ik je vertellen. Maar dat leg ik je nog wel een keer uit. Nee, dat weet ik precies. Want je viel eerst ook op mannen en later alleen op vrouwen. Toch zo is het gegaan. Het lijkt mij een heel ander onderwerp even. Maar... Nou ja, dat komt ter sprake. Ja, jij brengt de pil ter sprake, Agnes. Dus daar kan ik niks aan doen. En ik ben nogal associatief, zoals je misschien weet, uit heel jaren geleden. Dat weet ik. Ja. Zo ken je me toch ook, of niet? Zeker. Ja. Dan denk je, ik ga weer naar Wilfred toe. Dat is associatief, daar moet ik rekening mee houden natuurlijk allemaal. En Pfizer dan, is die wel gewoon helemaal oké? Alles is oké, maar alles kan ook bijwerkingen geven. Maar van Pfizer hoor je toch het minste, toch? Hooguit het feit dat ze miljarden wegsluizen via een postbusfirma. Ja, maar... zou ik het ook graag over hebben. Gaan we het toch niet doen? Doe je nee? Nee. Okay. Nee. Oh, leuk om over te hebben, toch? Ja, zeker. Nee, maar ook Pfizer geeft bijwerkingen. We hebben daar bijvoorbeeld gezien dat met name, omdat dat met name aan ouderen is gegeven, ook kwetsbare ouderen op hele hoge leeftijd, met ook onderliggende ziektes, dat je toch wel ziet dat in enkele gevallen, gelukkig niet vaak, maar dat door die bijwerkingen die we allemaal kennen, zoals de koorts en je niet lekker voelen, dat het voor die mensen toch ook best wel heftig kan zijn. En een aantal mensen ook wel degelijk. Niet door de bijwerking, maar wel overleden zijn aan de vaccinatie. Omdat dat koorts erbij kwam en dat ze daar toch wel net zo'n soort duwtje de verkeerde kant op hebben gehad. Terwijl ze al heel kwetsbaar waren. Onderliggend lijden, dat soort dingen misschien ook, dat soort zaken. Ja, maar goed, het is wel belangrijk dat het gemeld wordt. Omdat we dan dit soort dingen wel kunnen constateren. En dat mensen daarover kunnen voorlichten. En Frits heeft hem al wel gehad natuurlijk. Ja, twee keer zelfs. Twee keer? Nou ja, je moet toch twee keer gevaccineerd worden? Ja, maar dat gaat toch heel lang duren in Nederland? Nee. Hij is met beide ouders. Ik heb gisteravond heerlijk gezellig bij ze gegeten. Mijn dochter is weer... Geknuffeld. Ja, alles. De voeltje beng weer. Ja. Voor het eerst sinds zo lang. Ja. Nee, en je ziet ook dat met name bij de ouderen... dat er best wel veel overlijdens ook gemeld worden. We hebben de groep van nu al meer dan 200. Omdat als je kwetsbaar bent en ouder bent... dan is het risico dat je overlijdt. Dat is natuurlijk... Überhaupt. Dus dat kan dus ook... toevallig na de vaccinatie gebeurd zijn. Maar als je mag kiezen, kun je toch beter wel een vaccin nemen? Als jij de afweging maakt, wat is het risico voor mij, voor corona... ten opzichte van het krijgen van een bijwerking... dan is voor de meeste mensen dat risico, die afweging vrij makkelijk te maken. Want corona is ook een hele nare ziekte waar je ook aan kunt overlijden. Dus zeker voor de kwetsbare ouderen ligt dat zo. Maar nogmaals, mensen moeten zelf die afweging maken. Wat zijn de risico's en wat zijn de voordelen van het vaccin? En die zijn heel groot. Die zijn groot. Want dan kun je tenminste weer wat, toch? Dan kun je weer functioneren. Kan je wat en je kan. Ja, de kans dat je, als je de ziekte krijgt... je kans dat je hem krijgt is kleiner... en ook de kans dat je er heel erg ziek van wordt is kleiner. Maar wat is nou leuker? Epidemiologen zijn of politica? Wat is het leuker? Dat hangt van je levensfase af. Op dit moment ben ik heel blij met wat ik... Ziek ook aan je. Maar je ziet er echt hartstikke goed uit. Dat was niet flauw bedoeld. Dus twee keer, hè? Hebben we nog tijd voor een derde, jongens? Ja hoor, nee, dat kan zeker. Maar het lijkt alsof je er wat lekker ontspannen in zit. Even erover gesproken. De vaccinatiestrategie ging niet echt sterk in Nederland. Waren jullie niet zo tevreden over. Hoe staan jullie er nu in? Ook daar heb ik echt geen opvattingen over, eerlijk gezegd. Weet je waarom niet? Misschien wil ik je dat wel even uitleggen. Kijk, ik wil als instituut over bijwerking objectief naar de meldingen en naar de bijwerking krijgen. En dan wil ik, als ik daarover wil communiceren, niet een stemmetje in mijn hoofd hebben. Niet te veel over die bijwerkingen praten. Niet te veel die bijwerkingen onder een vergrootglas leggen. Want dan durven mensen misschien dat vaccin niet meer te halen. En ik wil open en transparant kunnen zijn. Dat lees ik in elk interview dat ik tegen jou was gekomen. Transparantie is bij jou heel belangrijk. Maar wel eerlijk blijven, heb je ook gezegd. Zeker. En dus je bent eerlijk. Liever een vergrootglas dan onder het tapijt. Maar eigenlijk ben je nog steeds politiek aan het bedrijven, als ik het zo hoor.
je houdt je toch een beetje in, net als politica, zoals je dat vroeger moest doen. Ja, maar dat doe ik, omdat ik, nou, kijk, ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil onafhankelijk zijn als het gaat om wat vind ik aan bijwerkingen. Wat vinden wij aan bijwerking? Daar wil ik onafhankelijk over communiceren. En daarbij niet een stemmetje in mijn hoofd hebben. Zeg het nou maar niet, want dan worden mensen ongerust over dat vaccin. Als ik het niet zou zeggen, dat zou reden zijn voor mensen om zich heel ongerust te maken, denk ik. Okay. Maar dat heeft toch niet met Hugo de Jong en de vaccinatiestrategie te maken, of wel? Nee, dat heeft met mijn onafhankelijkheid te maken. Nee, ja. Maar omdat je toch de vraag was... Ja, de strategie, hoe vind je duur? Dat ging was een beetje... Ook het aanleveren van de informatie. Toch een beetje politicus, hè? Een ander antwoord geven dan de vraag. Dat heb je slim gedaan, Agnes. Ja.